Dit is de video over kleuren mengen. Als je dit bekeken hebt, dan snap je het, dan heb je het helemaal door en dan kun je de mooiste kleuren maken. Dus daarom gaan wij samen eens even kijken van wat zijn kleuren en wat doen we ermee. Nou, als wij het over blauw, rood en geel hebben, denken we vaak aan deze tinten. Dit noemen we rood. Dit noemen we blauw. En geel. Maar nadeel, als je deze twee mengt, dan krijg je bruin. Dit zijn eigenlijk mengkleuren. Dus ik ga ze nu wegdoen. En we gaan eens kijken naar de printer. Wat doet de printer? Want als die alle kleuren kan maken, dan kunnen wij het ook. En dit zijn de printerkleuren. Cyan, geel, magenta. Deze twee bij elkaar krijg je de mooiste paars. Die twee, de helderste oranje. En het mooiste groen. In deze kunstpist heb ik een verzameling gedaan van kleurenwaaiers. Waarmee je dus heel makkelijk je mengkleur kan vinden. En dus met die primaire kleuren alles kan maken. Hier zie je dus het verhaal van magenta naar cyaan. Met alle paarse daartussen. Magenta is helemaal de uiterste hier. Cyaan zit hier. Dit is alles in de basis van het mengen met de pure kleuren. En als je dus titaanwit toevoegt, nou, bijvoorbeeld hier in het midden met 50 magenta, 50 cyaan. En dan doe ik een heel klein beetje wit bij. Dan wordt hij dus een tintje lichter. Maar dit is het principe dus. Als we nu een kleur pakken waarvan denken van die wil ik mengen. Bijvoorbeeld de ultramarijn violet. Dan kan ik dus gaan kijken van waar zit hij in mijn cirkel. Dan zit hij dus in deze richting. Hij zit een beetje tussen die twee. Dus ik weet dat als ik hem ga mengen, dat ik vooral magenta nodig heb. En bijna evenveel cyaan met een puntje wit. Dat is deze kleur. Nog eentje om het uit te leggen. Maar dit is dus de permanent rood-violet. Vooral magenta nodig. Puntje cyaan. Dat is een dekkende kleur. Kijk, hier staat een zwart vierkantje. Als ze een zwart vierkantje opzetten, dan weet je, als ik met deze over iets heen schilder, dan schilder ik het weg. Dus zo werken die kleurenstroken allemaal op dezelfde manier. Hier van cyaan naar geel, met alle groene ertussen. En hier heb ik van geel naar magenta, met alle oranje ertussen. En als je zwart toevoegt, dan wordt die donkerder. Zo kun je nu aan de hand daarvan met deze kunstkist aan de slag. Nou, dan begin je natuurlijk met gewoon eerst de basistechniek even te oefenen. Van hoe werkt het met die primaire kleuren? Heb je dat op een gegeven moment onder de knie? Of heb je al zoveel ervaring dat je zoiets hebt van dat geloof ik wel? Dan kun je je eigen kleurenwaaier gaan maken. En die eigen kleurenwaaier, ik heb hier die van mij waar een paar delen in staan. Die is altijd handig als je het nog een keer op eenzelfde manier aan de slag wil. Dus ik heb hier olieverf op een karton. En die olieverf die doet iets op dat karton, want dat karton is bruin. Dus zo kun je oefenen, of eigenlijk proberen, voordat je met echt een schilderij begint. Hier achter me heb ik een schilderij. En die is helemaal reflexroze geschilderd. Die kun je trouwens niet mengen. Maar als ik dus wil weten wat een kleur daarop doet, kan ik op mijn proefstrookje eventjes het uitproberen. En dan zie je dus, als daar een dekkende wit in zit, dan is het ook gelijk weg. Terwijl als ik met een transparante kleur werk, dan blijf ik wat zien. Nou, die gaat dan op een gegeven moment ook in mijn kleurenwaaier. Dus heb ik er allerlei verschillende experimenten aan toegevoegd. Het handige van die kleurenstroken, dat is dat er op elke
stroop een vouwlijntje staat. En als je ze dan vouwt, met die waaier kun je kleuren heel makkelijk ontleden. Kun je dus zien van waar zit die. Kijk, dit is de geel. Er zit een klein beetje magenta bij. Dus dan komen deze eerder in de buurt. Dit is waarschijnlijk deze. Dus het is geel met een puntje magenta. Dan krijg je een warme gele kleur. Dus dat is het handige van het vouwen. Je krijgt ineens strookjes die je heel makkelijk kan vergelijken op een foto of een schilderij. Om tot dezelfde tint te komen. En als je je beperkt tot die primaire kleuren en zwart en wit, dan moet die gewoon hier ergens weer tussen passen. En dit is ook zo'n goede les voor op de basisschool bijvoorbeeld. Want met die primaire kleuren, daar kun je gewoon met schoolverven ook mee aan de slag. Want ook daar hebben ze primair magenta, primair cyaan en primair geel. En dan kunnen kinderen dus leren dat dit echt paars wordt in plaats van bruin. Ik zou zeggen, al die andere verf eruit, deze met zwart en wit. Heel weinig zwart. En gewoon lekker gaan mengen. Nou, ik zou zeggen van, lekker aan de slag met deze kleuren. En geniet van het mengen en het spelen met verf. En de verrassing die soms ook ontstaat. Succes!